Deze domme preek gaat over transgenders en mensen in het algemeen die denken dat er los van het onderscheid tussen mannen en vrouwen in de lichamelijke zin, dat er ook nog een geestelijk aspect is. Dat bepaalt of je een man of een vrouw bent. En dat mensen waarbij het lichaam de vrouwelijke uiterlijkheid heeft, maar die inwendig man zijn, die, die moeten geholpen worden met een operatie. En die operatie die kan mild zijn in de zin van alleen chemicaliën, of dat je daadwerkelijk gaat snijden met een mes. En dat de hulpbehoevende tijdens dat proces wordt verdoofd. Want anders zou die de pijn niet kunnen lijden. Het gaat natuurlijk over de jezuïeten die dit soort dingen geweldig vinden. Per definitie. Want de Jezuïeten zijn ooit hun zegentocht begonnen in het bestrijden van het protest tegen Babylon. En zij hebben dat protest bestreden met chaos. Ze hebben bijvoorbeeld dat idee verzonnen dat je ook een kerk hebt waarbij de kerkleden, anders dan bij de katholieke kerk, dan heb je het publiek en de, de acteurs. Dus het publiek zit op stoeltjes. En dan kijk jij naar een voorstelling. Nou, wat je ook kan doen, is dat iedereen participeert in de voorstelling. Dus dan is elke acteur publiek. Dus elke acteur is een toeschouwer. En vice versa. Nou, en dan hebben ze een boek samengesteld met toneelstukken. Die noemen ze ritualen. Dat is ook zoiets. Het is een ritueel. Maar dit zijn ritualen in die zin. Nou, er zijn heel veel en het is een heel dik boek. In. En dan heb je ook nog een... Dat heet een MOC, een Master of Ceremony. En die ziet er dan op toe dat de voorbereiding klopt en dat Piet weet dat hij die pruik mee moet brengen van Huppeltje Pup, want we gaan dit doen. Ik ben in zo'n ruimte geweest. En dat zit allemaal geometrisch uh, goed in elkaar. Het is een soort uh, ja, Bobbiaanland-speeltuin voor maffie-idioten met een dik boek. En dat hebben de Jezuïeten geïntroduceerd. Of misschien was het er al. Maar de belangrijkste, de meest bekende organisatie van de Freemasons. dat waren de Beierse Illuminatie. Van Adam Weishaupt. En Adam Weishaupt was leraar aan een universiteit. of de universiteit. van Ingolstadt. Ingolstadt. Dus Zuid-Duitsland. En dan kun jij zeggen. Ja, maar in de katholieke kerk. is de vrijmetselarij verboden. Ja, dus de vrijmetselarij is verboden. En een van die lui. Want of Adam Weishaupt nou zelf een jezuïet was of niet, of dat hij meeliep, maar dat laatste, dat zei zeker. Hij was leraar aan de Universiteit van Inkelstad. En dat word je niet zomaar. Probeer jij maar eens binnen te komen: met, uh, dat je wil gaan studeren aan de Georgetown University uh, in Amerika. Je mag blij zijn dat je uh, bij Yale mag. Snappie. Deze mensen zijn niet gek. Ja, en die hebben die vrijmetselarijmeuk gesticht met de Illuminati. Onderwijl liep men te brullen vanuit de katholieke hoek: van ja, maar dat kan niet. Dat hoort er niet bij. Als je dat doet, dan, uh, dan moet je uit de groep gestoten worden. Het was hun eigen beweging. De katholieke kerk heeft de jezuïeten gevraagd om een probleem op te lossen, en dat hebben ze opgelost met bijvoorbeeld vrijmetselerei te introduceren, want dat was bedoeld tegen het protestantisme. Het protest tegen Babylon moest bestreden worden, en ja, dan moet je ook kunnen offeren. Anders kan je de strijd niet winnen. Dat zijn de jezuïeten en... Heden ten dagen onder de traditionele katholieken ligt dat helemaal niet lekker. De, de traditionele katholieken die zijn ook helemaal niet voor dat Tweede Vaticaanse Concilie. Met de afschaffing van de mis in het Latijn. En ik lach daar dan niet schamper om, uit respect voor die mensen. De oordeelt niet totdat dat niet geoordeeld wordt. Het is natuurlijk belachelijk dat je een mis in een computertaaltje als Latijn wil aanhoren. Ik kan me nog iets voorstellen dat je een kerk begint en dat je, wanneer je het hebt over Genesis, dat je dat in het Hebreeuws doet. Of vanuit het Hebreeuws En dat je uitlegt: eh, bereshit, bara, dat je, uh, wat is ale, de birchit bara alle dingen. Hashem et vares. Nou, ga je dat dan uitleggen en dan gebruik je Hebreeuws? Lijkt mij. Want het stond in het Hebreeuws. De birchit bara Elohim. In den beginnen schiep God hemel en aarde. Ja, maar Elohim, hè? dat is uh, meervoud. Ja, dat is Mayim ook. En wij noemen Mayim water. En is water nou meervoud of enkelvoud? Hm? Vraag aan jou... Je wil twee glazen water, ja. Maar je zegt niet uh, twee waters. Mag ik uh, twee waters? Nee. Mag, uh, mag ik twee glazen water? Dus is water nou meervoud of enkelvoud? En in het Hebreeuws is dat mayim. Dat is meervoud. Kijk, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. En dat je het, het nieuwe convenant. dat je dat uitlegt vanuit het Grieks. Lijkt mij ook. Goed idee. Maar waarom die machinetaal? Latijn. Latijn, dat is een taal. Die is. In elkaar geknutseld. Zoals MS Dos. Een uitgaande van een beperking is dit het maximale. We gaan een taal maken, maar die, uh, ja, die, die, mag, niet, uh, ja, die mag niet ingewikkeld zijn. Die moet uh, heel makkelijk te begrijpen zijn. En dat uh, iedereen dan ook die taal kan, snap je? En dat wordt dan de taal en die gaan we allemaal spreken. En het is uh, Latijn. Ja, Latijn is, 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 uh, is. Ja, het is machinetaal, meer niet? In het Nederlands zeg je, ik zie. Bla bla bla. Hè? En je kan dan ook zeggen, uh, jij ziet en hij ziet en wij zien. Dus in het Nederlands hebben wij die dingen als ik, jij, hij, zij, wij, jullie. En aan de andere kant hebben wij die werkwoorden. En dat is leuk, dan kan je ook, euh, als je het omdraait, hè, dan zeg je niet ik zie een boom, maar dan zeg je zie ik een boom. En in het Nederlands is dat gelijk een vraag. Dus je mag er een vraagteken achter zetten, maar dat hoeft niet eens. Ik zie een boom is een constatering. En zie ik een boom is een vraag. Ja, een Nederlands geniaal. En in het Latijn kan dat helemaal niet. Tja. In het Latijn is het niet twee woorden van ik zie. Nee, het is video. Een audio hè, van ik hoor. Dat is audio. Uh, ik weet het niet. Nescio. Latijn is een... Ja, wat ik zei, het is een machinetaaltje. Een leuk idee om een computer mee aan te spreken, uh, waarbij uh, je ja, jezelf een beperking oplegt. Voor hele kleine computertjes. Anyway, die mensen die dan toch gehecht zijn aan missen in het Latijn en waarom mag dat nou niet? ISIS mag bommen gooien op uh, synagoges. Dus nou, dan mogen die mensen ook wel een mis in het Latijn houden. En ze hebben een ongelofelijke pershekel aan de Jezuïten. Zij verklaren de Jezuïten tot de Antichrist ze hinten daarop. En dat is grappig omdat wij de Bijbellezende christenen wij begrepen bij het lezen van Genesis 20. Exodus 20, sorry. Exodus 20 met het tweede gebod van Mozes. Wij begrepen wat dat inhield. En daarbij hoort niet dat wij gaan zeggen: dingen als: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Het lijkt mij een typisch voorbeeld van beeldmakerij. Om nog maar te zwijgen over al die opgesmukte toestanden. Die ook nog een uitstraling hebben waarbij de ongezelligheid zoveel ger aanwezig is, dat iedereen daar een beetje beschaamd... Ha, 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 ha. Ja, je bent hier in de kerk, hè? Ja, hoe uh, ja, oh, moet je je pet af? Ja, ha, 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 ha. Ja, het feit dat iemand een katholieke kerk inwandelt en dat leuk vindt... is een teken van eelt. eelt op plekken waar je het niet nodig hebt. Dat vind ik, ik zeur niet, het, het is een feit. Mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin... die zei dat laatst. En... Ja. Ja, hij zei letterlijk, die katholieke kerken... Die zijn zo koud, hè? En dat was me nog niet eens zo opgevallen dat het zo duidelijk was. Ja, het... Ik dacht eerst van nou. Uh... Wim, niet overdrijven, want die, die protestantenkerken, nou, er is ook uh, toch gaten. En Wim heeft gelijk. Het zijn gebouwen waarin je niet wil verblijven. er is zo'n zo katholieke kerktoestand en dan dat is in de buurt van de Dordogne en dan hebben ze een kruisstraat, zo heet dat dan en dan zie je in twaalf afbeeldingen de marteling die onze Heer heeft moeten doorstaan om het te volbrengen. Ah, dat is natuurlijk. Uh. Aan de ene kant kun je zeggen van ja, het is goed dat je er stilstaat, want dat was geen kinderzinnen. En dat snapt een kind. En moet je dat dan gaan benadrukken met, ja, op de, bij de derde keer dat hij struikelde, en, en toen was het dit en het zag er zo uit, volgens Piet. Nou ja, en Piet was uh, betrouwbaar of zoiets, of, uh, die is erbij geweest. Nee, nee, hij was er niet bij hoor. Het is gewoon hoe de mensen toen dachten over hoe het was man, ze Ze gaaf naar te kijken. Jij bent een stomme homo, Sapiens, die het tweede gebod overtreedt van Mozes. Dus, dat, het is niet zo dat mensen van protestante afkomst, dat die bij mij dan, uh, dat ik, oh, ben je goed in, uh, helemaal niet. Verre van dat. Het is dat die katholieken wel ja, houden van. Spookhuizen. En waarom is dat? Het is een ongezonde gewoonte. Niet menselijk. Menselijk is dat je op tijd bent. En om op tijd te zijn, dient jouw agenda leeg te zijn. Nee, daar staan geen dagen in afgeblokt. Met. Eh, dan is de begrafenis van oude opa. Met dat soort futiliteiten houden wij ons niet bezig. Want wij hebben het druk genoeg. Met op tijd te zijn. Ah, dit kwam er goed uit. Dit, dit vond ik een goeie, ja. Er is zo'n nummer, hè, van Deep Purple. Dat, is, dat zijn katholieken. Dan geef ik je uh, Genesis, die band, met Peter Gabriel. Dat zijn katholieken. David Bowie, dat zijn katholieken. Dat wil zeggen, dat zijn de mannikers... die door die, die mediapoot van die... En dan bedoel ik dan, eventjes dan die katholieken in de politieke zin. Want die katholieken die graag de mis in het Latijn nog een keer willen horen. En benauwd zijn dat ze straks geen Latijnse missen meer kunnen aanhoren. Ja, die mensen zijn gewoon zielig. Dat is alles. Die zijn onschuldig. Dat zijn sukkels. Maar dat, dat zijn mensen die hun leven ophangen aan de Arnhemse Schietvereniging ook. Dus uh, oordeel niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Ah, ik heb gezegd. Het, het is een, een donderpreek is dat ik geen blad voor de mond neem... En dat jullie je ongelooflijk beledigd voelen, hoop ik. En dat je dan moet lachen. Want alles wat ik zei, dat wist je al. Ik vertel niks nieuws. Maar waarom zou ik? De bagger tegenwoordig is dermate modieus. Ademloos kijken wij toe. Toch? Nee, het gaat om de opkikker. Lekker fris zijn. Jij hebt niks fout gedaan. Dus wat kan het jou batsen? Ja, jij leeft hier op aarde onder een contract. Dat houdt in dat... Aan het einde van de rit komt er een afrekening. En die was altijd al, hoor, van seconde tot seconde. Alleen vroeger, toen kon jij nog iets goed maken. Maar er komt een moment en dan hoor jij, zoals die Fransen zeggen, niets speelt meer. Rien a plus. Of zo. Ja, en wat is het dan? Hey. En heb jij met je tengels aan eigendommen gezeten die niet van jou waren, en je hebt ze beschadigd achtergelaten? Uh, ja, ja, en hoe gaan we dat goed maken als we dood zijn? Al oh, kijk, dat soort dingen, Piri, daar hoef je geen zorgen over te maken. Hè? Want euh, als je dood gaat, dan. Euh, nou, dan euh, is er helemaal niks meer, hè? Dus het, het, het maakt niet uit, jongen. Je, je kan eigenlijk iedereen euh, verneuken. En euh, dingen kapot maken. Euh, kinderen aan het huilen. Zo. Het maakt echt geen donder uit, jongen. Maar als je dood gaat, dan euh, ben je dood. Ja, ja. Ja, je kan het geloven. Het is ook zo dat jij je dan nog niet verdiept hebt in mechanistische waarheden, zoals de wet van behoud van energie, en de wet van behoud van tijd, en de wet van behoud van massa, en de wet van behoud van, wat heb je nog meer? Ja, kans of zo. Ja, een beetje filosoof weet dat er niet iets is dat ten grondslag ligt. Het is een niets. Dus, als jij kloten geleefd hebt. Dan heb jij leed veroorzaakt bij jouw medemensen en huisdieren en whatever. Nou, deze is het wel zo'n beetje. Je kan moeilijk iemand veroordelen wegens plantenmishandeling. En jij komt daar gratis mee weg. Nou, dan is dat iets. En dus is dat niet het leven: de oorzaak, de wil. Snap je? En als jij zo wil leven dat jij niet aangemerkt zal worden als participant. Ja, dat wil ik even niet, want dan is mijn naam bekend. He? Dat ik dan dingen gedaan heb. He? En uh, dat ze mij herinneren van. Uh, nou, de, de, toen heeft hij dat gedaan. Nou, heb ik allemaal liever niet. En, uh, want ik, ik ga een heleboel. Uh, ja, ik, zo ben ik. Het is best jongen en rot op. Moet ik jou gaan vertellen hoe jij moet gaan leven? Sinds wanneer ben ik jouw vader geworden? Hé? Dat is ook zoiets met die, die katholieke meuk. Dat Je dient die mensen te noemen met de term vader. Ja, ik, ik zwijg, hè? Het is pornografie. Het is niet een klein beetje fout. Het is. Uh... Ja, het is onbeschrijfelijk. Ik ben jouw vader niet. Ik ben niet eens de vader van mijn eigen kind. Ik ben een bijvader. Letterlijk. Als ik dan niet eens de vader ben van mijn eigen bloed, eigen kind, hoe kan jij dan zeggen dat ik wel jouw vader ben? Ja, maar die priesters hè, perie, die zijn zorgvuldig geselecteerd. Zorgvuldig geselecteerd op basis van wat? Op de lengte van hun teennagels na drie weken in de woestijn? En Christus heeft gezegd: noem niemand op deze wereld je vader, want je hebt maar één vader en die is in de hemel. Je kan zeggen dat Christus gezinsverbanden. Minachten. In die zin dat die kinderen allemaal. Oh, dit is mijn vader. En ja, dat is mijn vader. Dit zegt hij. Ja, oh, dit is mijn vader. En daar luister ik altijd naar. Nee, je moet niet luisteren naar je vader. Die die biologische lulhannes die zijn leuter heeft gestoken. in die moeder van jou. Jij moet luisteren naar je vader. En jij moet dat woord vader. met. Ja, je mag wel zeggen... Uh, uh, vader. Tegen je eigen vader. Waarom niet? Maar het is je vader niet. Het is iemand die in die situatie... Uh, dat predikaat krijgt. Even. Hé hey pa, ga je even opzij? Ik, uh, ik moet ook bier bestellen, man. Dan kan je kan toch zeggen: hey, pa. hé pa, hè papa, hè pop, paus, papa. Hé papa, als je een zij maar moet je ook bij bestellen. Natuurlijk ja, mag dat. Maar niet de godgaanse tijd. Hè? Mijn moeder noem ik ook mam. En mijn vader noem ik ook pa. Noemde ik ook Pa. En voor mij is hij George Lawrence Alexander Winkel. Je kent hem wel. Ik denk dat ik hem beter ken dan wie dan ook. En ik heb bewondering voor die man. Maar het is mijn vader niet. Kom je erbij? Dat woord vader. dat komt alleen God toe. Het is zijn woord. Ik laat maar een pauze vallen. Het is zo simpel. Jij wist dit allemaal al. God kan niet gelijk zijn. Jouw oma oude Omi. Hey, God... kan alleen jouw vader zijn. Sherlock Holmes heeft gezegd... If you rule out... the improbable... then that... Was is what is left. En als je het onmogelijke buiten beeld laat. Dat wat voor jou object blijft, is de waarheid. Dus is God je Vader. En ja. Om er iets aan te kunnen toevoegen, dien ik eerst te horen van jullie: waarom een God die niet de vader is, waarom die mogelijk beter zou kunnen zijn dan de God die de vader is. En je kan ook zeggen. Nou, ik, ik wil helemaal niet dat er een God een idee van vader of moeder. Ik wil het hele idee hè? dat God dus een zorg heeft voor ons. Hè? Dat hij vindt dat, er, dat, hij, dat dat mag hem zelf ook wat kosten. En dat, dat God dus één wil zijn met ons. Hè? Dat hij voor ons zorgt. Hè? Dat hele idee, daar wil ik niet aan. Nou, dan ga je maar lekker op Donald Trump stemmen. Of je gaat een anti-Trump-demonstratie beginnen. Voor de poen. En dan laat je Hillary Clinton voor je zorgen. Of zijn andere katholieke joker. Happy? Het is niet moeilijk. Jouw eigen ouders, het gebod van Mozes. Eert uw vader en uw moeder. Daar wordt toch moeilijk over gedaan ook? Ja, er zijn zoveel ouders hè, en die bakken er helemaal niks van, en dan worden ze verplicht door het geloof om die mensen toch te respecteren. Welk achtereinde van mij is momenteel niet aan het denken, dusdanig dat ik die kritiek niet begrijp. Hoe kan een kind ontevreden zijn over zijn ouders? Want die vader is je vader helemaal niet. Die moeder. Nou, ja, dat is een moeder. Je hebt maar één vader en die woont in de hemel. En jij zit te klagen tegen hem omdat je van die kut ouders hebt. Want uh, ze gebruikte heroïne. En die moeder van mij die speelde de hoer. En ik heb klappen gehad. En. we weten man, het zegt uh, hard hoor. Zijn hart tegen hart, man. En dan moet ik respect hebben voor, het, uh, voor die stille sukkels. Schande over jou. Met mijn eigen dochter ben ik er ook mee begonnen. Dat. Dat zij dan zo half heilig tegen me zei: van ja, kijk, mijn jeugd. Hè, dat, uh, eigenlijk is dat uh, één grote uh, vaag gebied. En uh, weet er helemaal niks meer van. En uh, ja, is een beetje ja, van trauma, snap je wel? En denk ik: wat krijgen we nou? En ik. Je hebt dan de gelukkige situatie dat ik zo ongelooflijk slim ben en ik heb foto's. En ja, ik behoor tot dat deel van de mensheid die de foto's van jaren geleden nog kan ophoesten. Klik, klik. Kijk eens. En mijn dochter heb ik de foto's laten ordenen van 15 jaar geleden. Dan zet ze maar eens op een rijtje. En ga ze maar categoriseren. En nooit wil ik meer horen over het feit dat jij een moeilijke, slechte, akelige, blabla -bla jeugd hebt gehad. Want hoe heb je dan anders deze mooie foto's uh, te zien hebben gekregen? Wake up. En niet meer zeuren. De moeder wordt genoemd de hoer van Arnhem, maar niet door iedereen. En dat is geen reden om te gaan lopen zeiken. Snap je? En nou, met mijn dochter heb ik allemaal ontzettend veel dingen. Ze doet wel heel voorzichtig. En dan maak je nou niet bang of boos. Of, uh... Maar Piggy, wees je wel voorzichtig met een kindje. Ja, natuurlijk ben ik voorzichtig. Maar ze luistert dit toch niet. Dus... Dat maakt niet uit. En tegen de tijd dat ze dit hoort. Kan ze dat stootje wel verdragen? En lacht zij zich kapot? En zal ze weten van goh, wat Perry zei? Dat wist ik altijd al. Jeetje, wat ben ik opgelucht. Jij hebt als mens de taak om orde te scheppen uit chaos. Daarvoor heeft men, Elohim, nodig chaos. En daarnaast de wil tot orde. En die wil tot orde moet dusdanig zijn dat die leidt tot macht. Dus niet zomaar een temporeel patroontje, wat door de tand destijds weer vervaagt. Nee, duurzame macht. Orde. Christus is geen gemakkelijke jongen. Daar dus heeft hij nooit bekend om willen staan. Uit zijn mond zijn de woorden opgetekend: Ik ben hier niet gekomen om vrede te stichten. Ja, laat het gewoon lekker op je inkomen, man. Shalala. Neem een voorbeeld aan een Antilliaan met een lange blo. En accepteer het. Het is jouw lot. En dat van mij ook. Snap je? De oude Grieken in hun filosofie. Die wisten ook dat de oorzaak van. Uh, stuf, dingen, res, spul, zaken. Hè? Dat is niet iets, dat is niets. Het niets dat heeft chaos nodig. En komt tot leven. En wij doen raar. als wij ons beklagen. over de mate van chaos. Ik had zo'n discussie. met Wim Kruidentuin. En het ging over een stekje. van leliegras. En leliegras is een plant. En die bloeit heel af en toe. En die kan ook monoseksueel voortplanten. Dus die heeft niet bevruchting nodig. Die bloemetjes, dat is uh, leuk voor erbij. Maar meer degijn. Voor de rest groeit die plant. En hij creëert behalve bladeren ook stengels. En aan die stengels ontstaan nieuwe plantjes. Dat zijn wij. In die zin dat wij net als het leliegras, wij creëren een orde uit chaos. Nou, ik gaf Wim een stekje. En hij zei: Ja, je moet een stekje niet in een te klein, te klein potje doen. Nee, niet te groot, dat was het. Het mag niet te groot zijn. Je moet een, een klein plantje weinig chaos geven. Want als je een plantje te veel chaos geeft, te veel grond. dan, ja, dan gaat er van alles meespelen. En dan. Nou, hij zegt dat dat niet goed is. En jij weet, net als ik, dat hij gelijk heeft. Alleen in zijn geval. vond ik dat. ja. Maar inmiddels staat dat dingetje in een leuk potje in de vensterbank. En die gaat wel groeien. En ik had hem een grotere pot gegeven. Wat Wim zegt. Die, die bescherming die je dan hebt. Van ja, niet te veel chaos voor zo'n uh, groeidingetje. Uh, een beetje klein houden, kleine potjes, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar nu naar jou. Heb jij te veel chaos? Hoezo? Jij bent toch volwassen. Het kan jou toch niet genoeg uh, zijn? Ik heb nu zo'n ladygasapparaat in een pot van 40 centimeter diameter. En ik zeg je: als je dat hele ding overplant in een pot van 1 bij, uh, bij een meter in de diameter. Hè? Dan gaat hij net zo keihard door. Het is een volwassen plant. En die krijg je niet kapot. Die is zo gehoorzaam. Die groeit maar door. En zo is het ook gesteld met bewustzijn. Het is door de chaos dat jouw bewustzijn vorm heeft. Als iedereen netjes was en uh, allemaal vogeltjes fluiten, dan, dan had jij gedacht van nou oh, is dit het. Na zich is de, de hemel op aarde nog nooit zoiets saais meegemaakt. Dus, en dan krijgen we dat. Idioterie. Wij denken dat het leven een recht is. En dat je naar een advocaat kan gaan. Die met jou naar de rechter gaat. En dan krijg jij gelijk. En als je dat goed doet, dan word je rijk. En ben je geslaagd. Ja, ja. Jij stond onder contract en niet met Unilever of de Nederlandse bouwmaatschappij of de die werkgever van mij. N nee. Jij staat onder contract met God. Met meneer niemand. Dat is de naam van God. Meneer Niemand. En meneer Niemand is. De... Meneer Niemand is dusdanig dat je liever spreekt met zijn zoon. Mooie pauze, vind je niet? Kijk, de remedie tegen de Jesuïten is dat jij beseft wat de waarheid is. En dat die waarheid eenvoudig is. En dat de waarheid is dat als jij jouw kinderen leert rekenen en leert schrijven. Dan heb jij je werk gedaan. Dank u wel en dan mag je weg. En dat wij onze kinderen naar onderwijs sturen, want dan wordt die eenvoudige taak uit onze overbelaste schouders uh, eraf gehaald. Oh, ze wil fijn hoor. Ik hoef mijn kind tenminste niet te leren rekenen en leren schrijven. Oh. Oh. Ik ben wel blij hoor. Oh. Ja, de schande is slechts voor ons. Wij kunnen niet tegen God zeggen: maar ja, kijk, de Babylonjongen. Wij dachten van: ja, Babylon, Babylon, oh, dat gaat wel. Het een beetje seks en porno op tv en uh, eigenlijk best wel leuk. En, uh, ja, maar nu blijkt het dus uh, best. Uh, ja, wat ben je voor kloten, God? Hey, ik zeg je dat er mensen zijn die zo denken. blasfemische uh, zut homos, in de zin van Homo sapiens, uh, de uh, zut. Dat zijn geen homos, dat zijn geen eenheidsmensen. Dat zijn mensen die geloven dat als je seksleven maar oké okay is, dat we dan de rest wel kunnen zien. Eerst maar eens zorgen voor een tevreden seksleven voor iedereen. Terwijl die Joodse jongens zo netjes hebben gezongen. Die, die jongens die zichzelf noemden. De beest. Beestige jongens. De beestjongens. De, de, de beste kind. De, de, de qua kind. De beastie boys. Steek je lul in een aardappel. Je moet verdomme vechten om een keertje een feestje te kunnen vieren. Ja, je kan zeggen, ja, ja, dit gaat helemaal nergens over. Ja, dat klopt. Dit gaat over Utopia. Utopia betekent letterlijk nergens. De geen stad. Het is uh, geen stad. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is... Ik ben ook stadverslaafd geweest. Ooit. Of, of... Ja, ik woon in een stad. En ik vind het wel wat. Ik vind het ook wel leuk. Al die... ja, ik vind het wel leuk, al die mensen. En ik snap heel goed dat het begrip stad eh, ongezond is. Hm? Steden, dat zijn nesten van kunstenaarij. Het uh, dingen die zich afspelen in de nacht... Ja, dat is wel leuk. Ja, ik, ik vind dat leuk. Ook nu ik ouder ben. Het is nu niet meer. Dat nachtleven in Arnhem is weg. En dat vind ik jammer. Niet voor mezelf maar wel voor mensen zoals mijn dochter. Ja, dat dus, uh, Dan kan jij zeggen, ja, maar Piggy... Uh, waar jij aan refereert, dat zijn de dagen van Arnhem... dat er pistoolschoten vielen op de korn en... Er zijn mensen met bloedende wonden afgevoerd met ambulances. En wil je dat terug dan? Al die gewonden. En ik zeg ja. ja niet per se dat mensen moeten gaan schieten op de korenmarkt. Wel dat. Als er dan geschoten moet worden, dan doen we dat op de Korenmarkt in Arnhem, waar de dochter van Perry Winkel is met haar heroïsche vriend die uh, de kogel opvangt. En die kwam goed terecht en die is eruit gehaald en uh, ze leeft er nog lang en gelukkig. Ja, ik ben een romanticus. In niet zozeer dat ik dan die boeken schrijf de hele tijd. Wel dat je romantisch moet leven en denken. Kijk eens naar je eigen leven. En dat je beseft op een moment van wat nou als alles eigenlijk heel anders bedoeld was. En dat het dus eigenlijk zo en zo is. En wat zou ik dan gaan doen? Nee, ik ben niet psychotisch. Ik geef je je, je medie, je recept om te ontsnappen uit een oneindige vervelendheid of sleur. Nou, doe het geks. De Jezuïeten hebben als credo het doel heiligt de middelen. En ik zeg je, uh, uh, oké, okay. ja. als jij je houdt aan de tien geboden van Mozes en de vervulling van Christus daarbij accepteert en die rommel van je eigen hebt opgeruimd, uh, doe wat je wil. Oh, dat zei Kroli ook nog. Doe wat je wil. Dat is de heelheid van de wet. En binnen de tien geboden van Mozes en Christus. En voor de rest doe jij wat je wil. Heb dat goed begrepen? Of moet ik Frans gaan spreken? En dan ben je dan wel overtuigd. Ja, maar ik kan helemaal niks. Nou, perfectioneren die handel. Van het niets doen kan men ook een kwaliteit maken. En ik ben niet uit op economisch gewin voor ons allemaal. Want als we allemaal gaan werken, nou, dan gaan we vaten bier aansleuren. En dan krijg je vanzelf weer van die brunettes en die blondines. en die roodharige dames met een bipsen, Want je mag geen kont meer zeggen. En, en dan gaat alles weer van voren aan beginnen. Ik ben niet voor economisch gewin. Ik vind eigenlijk die economische crisis heel stiekem in mijn hart, denk ik. <laughs> Goed zo. Afgelopen met die onzin. Het ging toch daar niet over. Nee, het gaat erover dat jij aan de slag gaat. En dat je gaat werken voor je leven. En nee, ik weet niet wat je moet gaan doen. Dus dat is simpel. En die jezuïeten die zeggen dat ze wel weten wat jij moet gaan doen. En dat is de reden waarom die jezuïeten liegen. En ik de waarheid spreek, want ik weet eerlijk te zeggen dat ik niet weet wat jij moet doen. Halleluja. Onze Heer is de Vader en wij mogen leven en werken voor Hem. En wij hebben ons overleg middels Zijn Zoon, die gestorven is over al onze viesigheid zodat we het daar niet meer over hoeven te hebben. Het kan wel, maar het hoeft niet. Het is vergeven namelijk. Kijk dat de katholieke kerk in Rwanda een volkerenmoord heeft aangejakkerd. Dat is hun. Met alle katholieken daarbij bijgerekend. Niet vergeven. Want daar gaan we het nog een keer over hebben. Hoop ik. Ik ben het niet vergeten. En wat die katholieken hebben uitgevroten in Kroatië. Dat is niet vergeven. Door wie dan? De Christus? Dus die volkerenmoord in Kroatië is niet vergeven, dus gaan we het nog een keer hebben over die volkerenmoord in Kroatië? En welke jezuïet was daarbij? Het is vervelend dat als je het gaat hebben over jezuïeten. dat je dan gelijk woorden krijgt als volkerenmoord. En dat, dat zijn geen leuke woorden. Ik zeg. het feit dat volkerenmoord geen leuk woord is. Dat is leed voor jou, maar dat leed is minder dan van de eerste beste Kroaat in die dagen. Die moest toezien hoe zijn dochter vergewaltigd ver werd, verkracht werd, zum Toten. Nee, dat zijn wij niet vergeten. En we willen het er nog een keer over hebben, want wie zaten erachter? De voorouders van Willem-Alexander? Wow, Piri, je mag niet zomaar de koninklijke familie van zoiets beschuldigen. Nee, het is geen beschuldiging. Het is een vraag tot onderzoek. Iedereen is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Ik heb een vraag, want Willem-Alexander is katholiek. Nou. Uh, dus, het lijkt mij dat we alle redenen hebben om te willen weten in hoeverre de voorvaderen van Willem-Alexander, onze koning, betrokken was bij deze katholieke schandalen. Wisten ze ervan? En wat deden ze met die info? Klokkenluiden? In de zin van. Oh mensen, pas op. Oh, er gaat iets ergens gebeuren. Oh, ik wil iedereen waarschuwen. Oh. Of hielden ze genuivelend hun mond? Ik geef het aan jou ter overweging. Uh, wat was er dan aan de hand? Je gaat mij niet vertellen dat zo'n gozer als Willem-Alexander... die de godganse tijd zich helemaal geen zorgen hoeft te maken over zijn inkomen... gelijk iemand zoals ik. En hij heeft echt elke dag vrij. En die tijd die gebruikt hij voor wat? Leer mij die katholieken kennen... Die mensen van uh, wij zijn de kerk. Schandalig. Hoezo zijn zij de kerk? Nou, kijk, want uh, wij zijn ook uh, pro-anti-homo uh, uh, dinges. Uh, in de zin van uh, pro-homo. En uh, dus uh, anti-anti-homo zijn wij. Zucht. En dan die idioterie met vaccinaties. En het klimaat. Dat hele gezeik over het milieu is begonnen in de jaren zeventig met een rapport, en dat heette Grenzen aan de Groei. Ja, ik kan nu ook de uitzending stoppen. Ja, nou, nou Peria, wat je me nou gaat vertellen. Ja, dat wist ik al toen ik een baby was en nog niet eens wist het, dat mijn duim op een ander stuk zat als mijn, mijn grote tenen. Maar toen wist ik het al. Grenzen aan de groei, natuurlijk. Ja, groei, dat, 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 dat moet je beperken. joh. Ja. en dat komt zeker van Rome. Nou, dat weten we niet. Alleen de auteurs noemden zich de Club van Rome. Dus of ze echt waren van de katholieke kerk, ja, dat, dat weet je dan niet. Hè? Dat is een uh, conspiratie, man. Uh, uh, ze noemden zichzelf de Club van Rome. Punt. Grenzen aan de groei. Wij mogen niet te veel groeien. En het gekke is dat ik met die ledigas-existentie uh, in mijn woning, ik wil maar één ding. Ik wil dat mijn dochter elke keer weer zegt: Jeetje, hij is nu alweer groter. Ik voorzie een grote toekomst voor mijn leliegras. En mijn Crassula ovata. En mijn Spaanse peperzaadjes. En mijn Madame Channette zaadjes. En mijn bieslook. En mijn basilicum. En mijn lentegras. Dingen zo is het ook weer: C uh, citroengras. En lenteuil. Dat lijkt op elkaar. Ik wil alleen maar groei. Ik zou niet weten waarom groei beperkt moet worden. Goeie, hè? De Club van Rome, 1973. Het was de aanleiding voor mij, denk ik. Om milieuhygiëne te gaan studeren in Wageningen. En daar te ontdekken dat het geklets was. Nou, dat ik het even weet. En dan kan je zeggen: Ja, maar Piri, dan zijn we allemaal reddeloos verloren. Ja, precies. Maar niet heus. Tot de volgende over de Jezuïeten.